Hey mensen, dit is Ons Gaming en het is weer tijd voor de volgende race van de Formule 1 carrière. We zitten inmiddels in het tweede seizoen en we zijn nu in Rusland aangekomen. Het belooft gewoon een hele leuke race te worden met crashes in het begin, uitvallers verder in de race en ook heel wat inhalacties. En alleen daarom wil ik gewoon al 80 likes hebben op deze video, dat moet zeker wel gaan lukken. Verder kun je natuurlijk gewoon volgen, Onze Gaming natuurlijk, op Instagram/OnzeGaming. En als je nog niet geabonneerd bent, doe natuurlijk gewoon eventjes abonneren. Ik zou zeggen, laten we gewoon kijken naar deze race. Het is gewoon, zoals ik al zei, een hele leuke race. En weet je wat, laten we gewoon kijken. Nou, voordat het spektakel gaat beginnen, gaan we eerst even kijken naar welke teams welke updates hebben meegebracht. En in Rusland is het eigenlijk alleen het team van Manor wat dus updates heeft meegebracht. 3 stuk zelfs, om precies te zijn. En dat brengt een toch wel een redelijke stap vooruit. Ze zijn nu Sauber weer helemaal voorbij. En ook het team van Haas, daar zijn ze toch mee op gelijke hoogte. Verder verandert er eigenlijk helemaal niks in de lijst. Alleen Manor dus, die wat dichterbij komt. Force India, Renault en Haas zitten sowieso wel dicht bij elkaar, ook Toro Rosso trouwens. Dus vooral het middenveld, daar is het heel spannend. En als één team wat updates meebrengt, dan kunnen ze zomaar een flinke stap maken. Mijn eigen team McLaren brengt voor de volgende race in Spanje ook weer een update mee. In dit geval is dat Downforce. En als die update erop zit, ja, dan hebben we wel een flinke stap gemaakt. Dan zijn we eigenlijk echt los van Ferrari en van Red Bull. De stand in het kampioenschap na 3 races tot nu is als volgt. Rosberg staat eerste en Hamilton heel dicht daarbij op de tweede plek. Dan kom ik op de derde plek en Bottas verrassend op de vierde plek. En verder zien we Alonso, Ricciardo en eigenlijk is het allemaal een beetje... gewoon een beetje de standaard auto's die in de top 10 staan. Als we kijken nog naar de stand in het constructeurskampioenschap, dan zien we ook nog wel het een en ander. En... dan moet het beeld natuurlijk wel even opschieten naar de constructeurs. Ja, daar is die. Nou goed, Mercedes staat wel heel ver bovenaan. McLaren, mijn eigen teams dus, staat op de tweede plek. Verder zien we Red Bull, Williams, Force India en dan pas Ferrari. Ferrari staat op de zesde plek, maar dan gaat deze helemaal goed komen. Nou goed, we gaan verder. En dit is de kwalificatie. En dit is een klein beetje wat de kwalificatie wel samenvat. Het is ontzettend nat. Het regent echt verschrikkelijk hard. En dat vind ik wel echt een beetje jammer. Ik had namelijk gehoopt dat het gewoon lekker droog was geweest. En dat ik veel betere tijden kunnen neerzetten, dacht ik. Want op dit moment zet ik, zoals je ziet, een paarse tijd neer. En dat houdt dus in dat ik eigenlijk ontzettend snel onderweg ben. En ik was dus ook echt serieus onderweg naar de pole position. Maar je ziet het al. Dat hij daar een Williams met een soort van massa erin. En die is gewoon ontzettend traag en die houdt mij op. En helaas, daardoor kan ik in ieder geval gewoon niet echt een hele snelle tijd neerzetten. En zo kom ik dus ook, pak ik geen pole position. Gelukkig pakt mijn teamgenoot Fernando Alonso wel de pole position. En dat is natuurlijk wel heel vet om te zien. We zijn met McLaren echt wel een stuk vooruit gegaan. We hebben echt stappen gezet de afgelopen tijd. En we zijn nu gewoon echt zeker sowieso het tweede team. En we kunnen misschien zelfs wel het gevecht aan gaan met Mercedes. Goed, Alonso dus op pole, Rosberg tweede, Hamilton op de derde plek. Ik uiteindelijk toch nog vierde. Dan Vettel op 5, Ricciardo op 6, Raikkonen op 7, Verstappen op 8 en Sainz op 9 en Massa op 10. Als we dan kijken naar de rest van het veld, zijn er niet heel erg veel grote verrassingen. Ja, behalve dat Manor dan er best wel goed voor staat. Voor de beide Force India's, die er eigenlijk heel slecht bij staan. En ook Grosjean en Kvyat, die vallen eigenlijk wel tegen. Sauber staat er achteraan, maar ja, dat is niks nieuws. De start van de race, en zoals ik al zei, er gebeurt natuurlijk van alles altijd hier in Rusland en voornamelijk in de eerste ronde. En zo is het dit jaar ook weer. Het gaat eigenlijk bij ons, voorin gaat het allemaal goed, maar er zijn wel meteen gele vlaggen. En ik heb overigens best wel een prima start, maar wel komt er meteen in beeld te staan dat Kevin Magnussen uit de race is. Daar is dus iets misgegaan. We gaan zo meteen kijken wat daar gebeurd is. Nou goed, in ieder geval na een paar bochtjes lig ik in ieder geval op de derde plek. Ik heb Hamilton dus te pakken. En ik had ook al eventjes mijn teamgenoot Alonso te pakken, maar die heeft mij inmiddels alweer ingehaald. Dus zo is het Rosberg 1, Alonso 2 en ik lig op de derde plek. Dan zijn er weer gele vlaggen en groene vlaggen. En dan is Felipe Nasser uit de race. En die maakt trouwens echt een mega klappen. En daar gaan we dus zo meteen ook naar kijken. Geen safety card, dat is op zich wel opvallend. Meestal komt er meteen een safety card in het spel, maar nu dus niet. Nou, laten we gaan kijken wat hier dus gebeurt. Dit is in ieder geval Magnussen. Meteen aan de start wordt hij eigenlijk getikt door een paar auto's en uiteindelijk belandt hij dus hard in de muur. En dit gebeurt er met Felipe Nasser. Een mega harde klap.
wordt eigenlijk aangetikt door zijn teamgenoot Eriksen. En dit is wat er eigenlijk gebeurt. Nasser zit een klein beetje op het vuiligheid, denk ik. Een beetje te wijd gaat hij. En dan komt hij niet goed uit. En is het dus gewoon Eriksen die de teamgenoot het eigenlijk gewoon keihard de muur in ramt. Hier is het wiel van Nasser al afgebroken, zoals je ziet. En dan klapt hij dus hard de muur in. Flinke crash dus van Felipe Nasser. En hij ligt dus ook uit de race. En zo zijn we naar nog niet eens een kilometer gereden, denk ik. En we hebben dus al twee uitvallers. Dat gaat lekker in ieder geval. Nou, dan gaan we een stukje verder. We zitten inmiddels bijna in de derde ronde. En op dat moment maak ik een klein foutje. En dan is natuurlijk Hamilton er meteen bij. En die haalt mij dus meteen in. Maar in ieder geval, het gaat net goed, want ik heb meteen DRS dankzij de inhalactie van Hamilton. En zo kan ik Hamilton dus het einde van het rechte stuk weer terugpakken. En zo ligt dus in ieder geval wel weer op de derde plek. Ik blijf maar een beetje aan het klooien, want je ziet me iedere keer verremmen, zeg maar, in ieder geval buiten de baan gaan. Ik heb nog niet echt, echt de flow te pakken. En dat resulteert dus ook in dat Alonso en Rosberg, die voor mij rijden, eigenlijk al aan de horizon zijn verdwenen. Achter mij ligt dan Vettel, maar die rijdt met de hardere band en daar heb ik dus eigenlijk weinig van te vrezen, voorlopig in ieder geval dan. We zitten inmiddels al eens in de vijfde ronde en dus dan, het is nu eindelijk een beetje rustig. En zoals je ziet verrem ik mij dan dus weer hier. En dan besluit ik maar om naar binnen te gaan. Ik moet toch een keertje stoppen, dus dan maar gewoon meteen nu. En hopen dat dan de pitstop in ieder geval gewoon goed gaat. Dat ik hier wat niet te veel tijd ga verliezen. Ik wissel natuurlijk van supersoft naar de gewone softband. En dan moet ik nog 7 rondjes op, 7 rondjes op deze band gaan uitrijden. En dat moet wel gaan lukken. Ik moet wel een beetje oppassen natuurlijk. Want de laatste tijd heb ik meerdere keren mijn banden verneukt. Waardoor ik uiteindelijk een klapband kreeg. En dat wil ik absoluut nou gaan voorkomen. Ik val terug tot de 13e plek. En dat valt op zich nog wel mee. Want de punten zijn dus weer dichtbij. En ik lag derde. Dus in principe moet ik ook zo meteen gewoon weer derde liggen. Als iedereen weer gestopt is. Tenminste, dat zou je zeggen. Nou, even later rijdt Hamilton dan achter mij aan. En dan gaat het dus mis voor Hamilton. Eerst groene vlag, gele vlag. En dan komt Lewis Hamilton in beeld te staan, out of the race. En dat betekent game over voor Lewis Hamilton. En dan is er wel een safety car. Geen echte, maar een virtual safety car. En dat komt omdat Hamilton op een gevaarlijke plek stilstaat. En dit is wat er dus gebeurt met Hamilton. Hij rijdt eigenlijk gewoon achter mij aan. En dan is het bam. Motor kapot, of in ieder geval, het lijkt in ieder geval op een motorprobleem natuurlijk. En zo is het dus race over, game over voor Lewis Hamilton. Wat hem natuurlijk ook wel heel veel punten gaat kosten in het kampioenschap. Zeker aangezien Rosberg dus op de eerste plek ligt. Nou, deze virtual safety car was gelukkig snel voorbij. Dat is denk ik de kortste ooit. Het was echt maar een minuutje of zo. Dus we gaan meteen weer vol op het gas en we gaan dus weer racen. En ik lig dus op de 9e plek inmiddels. Het is dan de 7e ronde. Achter mij ligt dan op dat moment Bottas en die heeft er wel zin in. Bottas gaat sowieso ontzettend goed dit seizoen eigenlijk in vergelijking met zijn teamgenoot Massa. En ik moet dus oppassen dat ik mijn plek niet ga verliezen aan de Finn. Maar dat gaat eigenlijk best wel prima. Ik kan ze aanvallen redelijk makkelijk afslaan. Dan begint eigenlijk het inhalen van auto's die in de pitstaat zijn. Of die een pitstop gaan maken. En ik stijg op dat moment dus naar de 7e plek. 6e plek zelfs. En dat allemaal in de 9e ronde. Nou, even later rij ik weer langs start-finish natuurlijk. En dan gaan er weer wat auto's ook naar binnen. En daardoor ga ik dus weer wat plekken stijgen. En kom ik uiteindelijk weer op mijn oude P3 terecht. En dat is waar ik zeg maar eigenlijk ook waar ik op reed toen ik zelf ging pitstop ging maken. Nee, moeilijk te praten, jezus hé. Nou, ik lig in ieder geval derde, het is de 10e ronde. En ik heb wel een beetje het gevoel dat deze banden niet echt heel erg lekker werken. En ik rijd dus op de hardere band, terwijl Vettel nu achter mij op de supersoft rijdt. En die komt dus dichterbij en die haalt me zelfs gewoon in. En ik lijk dus gewoon mijn podiumplek te gaan verliezen hier in Rusland. Op zich niet zo heel erg, want een vierde plek is nog steeds natuurlijk ontzettend goed. Ik probeer Vettel eigenlijk meteen hier weer onder druk te zetten. Maar maak ik een klein foutje, schiet hier iets naar buiten. En daardoor ben ik dan voorlopig eventjes de aansluiting kwijt op Vettel. Nou, in ieder geval dan een ongeveer anderhalve ronde later. Dan is het bijna het einde van de race. En dan zit ik dus heel dicht achter Vettel. Ik heb het gat weer dicht gereden.
En ik voel gewoon dat ik hem eigenlijk wel weer kan gaan pakken. Ik moet echt wel mijn best doen. Ik had er best wel zin in, die Vettel. Dus ik moest echt mijn best doen. En in ieder geval op het rechte stukje met DRS en slipstream en extra power in de motor. En weet ik het allemaal nog meer. Weet ik Vettel dus wel weer te pakken. En zo lig ik dus uiteindelijk toch weer op mijn derde plek. En lijk ik dus gewoon op een podiumplek af te gaan. Terwijl Alonso tweede ligt en Rosberg nog steeds eerste. Ja, het zou natuurlijk wel heel lekker zijn als McLaren dus gewoon met twee auto's op het podium gaat eindigen. En dat gaat dus ook gewoon gebeuren. Dat is de eerste keer volgens mij. En dat is natuurlijk wel erg lekker. Heel veel punten pakken we daardoor. En dat is natuurlijk eigenlijk al het belangrijkste van allemaal. Nou, Alonso en Rosberg zijn allebei al gefinished en daar kom ik dan ook aan. En zo eindig ik dus op de derde plek. En je zag het al, er reed nog een andere Ferrari vlakbij. Die hebben eindelijk weer eens een keer een goed weekend, want het ging dit seizoen nog echt heel erg slecht bij Ferrari. Maar nu hebben ze dus weer heel wat punten gepakt. Zoals ik al zei, Rosberg wint natuurlijk de wedstrijd. Dit filmpje kennen we natuurlijk al. Het is eigenlijk altijd wel een van de Mercedes'en die een wedstrijd wint. Hopelijk gaat daar binnenkort wat verandering in komen. Rosberg dus eerste, Alonso tweede en ik dus op de derde plek. Ik moet zeggen, ik ben gewoon heel tevreden over dit resultaat. Natuurlijk had ik liever voor Alonso geëindigd. Maar ja, aan de andere kant, dit is qua voor het team gezien gewoon ontzettend goed. Zijn er nog verder opvallende dingen? Nou ja, die Bottas staat weer gewoon in de punten. Massa trouwens ook. En Hulkenberg vanaf plek 18 ook gewoon in de punten. Dat is dus netjes gedaan. En verder hebben we ook nog Ricciardo die nog een puntje pakt. Verstappen ook wel weer een prima race. Dat was ook alweer een keertje nodig voor de Nederlander. Dit is dan de stand in het kampioenschap. Rosberg, ja, die staat nu toch wel echt los van Lewis Hamilton. En dan kom ik op de derde plek. Verder mijn teamgenoot Alonso is weer gestegen naar de vierde plek. Bottas is een plekje gezakt. En Raikkonen en Verstappen die stijgen ook weer. En ook Vettel is weer terug in de top 10. En dat was zeker ook wel nodig voor de Duitser. Stand het kampioenschap in de teams. Mercedes nog steeds ver bovenaan. Dan McLaren. En Ferrari heeft toch wel de grootste sprong gemaakt van plek 6 naar plek 3. Daar lijkt het dus ook allemaal wel weer goed te komen. Nou, in ieder geval, ik vond het een leuke race, ik hoop jullie ook. En in ieder geval tot de volgende keer, tot de volgende video. En tot ziens, adios.